Dames en heren, van harte welkom op het eerste webinar van het nieuwe werkjaar van het Belgisch Financieel Forum. Mesdames et messieurs, je vous souhaite le bienvenu à la première rencontre du Forum Financier Belge. Onze eerste vergadering, dames en heren, hoe kon het ook anders, heeft als onderwerp de coronacrisis. Meer in het bijzonder de maatregelen die genomen zijn ter ondersteuning van de economie en het bedrijfsleven. Zoals u weet, hebben de overheid en de financiële instellingen belangrijke inspanningen gedaan om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Ook de Nationale Bank van België heeft onder leiding van gouverneur Wunsch belangrijke coördinatie-inspanningen daarvoor gedaan. Deze maatregelen werden snel en zonder aarzelen genomen om omvangrijke schade aan de economie te vermijden of minstens te milderen. Les gouvernements du pays ont pris de nombreuses mesures pour maîtriser les effets de la crise, destinés à la fois aux particuliers et aux entreprises et à l'économie en général. À leur tour, les institutions financières ont fait de gros efforts sur le terrain des prêts et des conditions de paiement. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, que le Forum financier a invité deux interlocuteurs de premier plan, c'est-à-dire Monsieur le vice-premier et ministre des Finances Alexandre De Croo et Monsieur Max Chadeau, CEO de BNP Paribas Fortis. Malheureusement, naturellement, le ministre nous a laissé savoir qu'il ne peut pas participer au webinaire à cause de sa participation au Conseil de sécurité et à cause des événements pour la formation d'un gouvernement. Donc, ensuite, mesdames et messieurs, nous avons également invité le professeur Hans de Grijze de la KU Leuven pour examiner de plus près la pertinence et l'efficacité des mesures. Zo, dames en heren, ons programma wordt dus licht gewijzigd in die zin dat wij het eerst het woord zullen geven aan Max Chadeau en daarna aan professor Hans de Grijze. Alvorens het woord te geven aan Max Chadeau, nog een paar praktische mededelingen. Tijdens de uiteenzettingen kan u vragen stellen via de chatfunctie van MS Teams. Als er tijd overblijft, zullen we een paar vragen doorgeven aan de sprekers. Directe interactie uiteraard is binnen het format van deze webinar niet mogelijk. Ten tweede, de PowerPoint-presentaties en het webinar zelf worden geregistreerd en zullen beschikbaar worden gesteld op de website van het Belgisch Financieel Forum en van de MBB. Dames en heren, ik geef nu graag het woord aan Max Chadeau. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir que je laisse la parole à Max Chadeau. Oui, bonjour à tous et à toutes, et certainement aussi, chers collègues du secteur financier en Belgique, et tous ceux qui sont intéressés par ce que font, bien entendu, les banques, et spécifiquement aujourd'hui, ben, je représente le secteur financier faible fin dans ce webinaire. Alors, bien entendu, je peux imaginer peut-être une certaine déception auprès des interlocuteurs aujourd'hui. Vous attendiez, si vous allez à Werther, vous attendiez à voir Bruce Springsteen et que finalement on vous présente un duo qui peut être aujourd'hui Hans et moi comme les Blues Brothers. Peut-être qu'il y a un certain sentiment de déception, mais que je ne pourrais pas nécessairement compenser le ministre des Finances, ou ensemble à deux nous ne pourrons pas compenser le ministre des Finances dans toutes les questions que vous aurez. Ceci dit, bien entendu, il y a une vraie matière à présenter aujourd'hui après six mois. Les différentes mesures qui ont été prises vraiment en commun. Et je rappelle que c'était les dates du 15 et 17 mars que ces discussions ont lieu en commun avec le ministre des Finances et son cabinet. Et bien entendu, la direction de la Banque nationale de Belgique, son gouverneur et le comité de direction et les experts de la Banque nationale. Et la direction générale de Faible Fin, spécifiquement représentée par les quatre CEO des grandes banques et le vice-président de Faible Fin d'Airquarters. Donc, c'est véritablement après six mois, on peut faire déjà un certain état des lieux de comment les différentes mesures ont fonctionné par rapport à ce que l'économie avait besoin. Alors, si vous pouvez peut-être passer au slide suivant. Je vais commencer par revoir, en fait, il y a quelques commentaires qualitatifs. Revoir les différents éléments, d'abord des moratoires, puis les éléments des lois et qui ont été prises depuis le mois de mars, avril, mai, et ensuite donner quelques commentaires sur l'évolution de l'économie. Dus misschien toch als eerste element de drie moratoria, de drie uitstellen van betaling.
Ik begin daar feitelijk met de eerste belangrijke rond de hypothecaire leningen. U ziet het, meer dan 120.000 moratoria, uitstellen van betalingen zijn er toegestaan, toegekend in België door de financiële sector. U ziet daar ook het kapitaal, dat onderliggend kapitaal van deze hypothecaire leningen. Dus dat is toch een zeer, zeer groot aantal. On doit quand même se dire après six mois que nous attendions peut-être à un plus grand nombre de moratoires, de demandes de moratoires. Il y a extrêmement peu de moratoires qui ont été refusés. Je pense que c'est moins de 1% de moratoires qui ont été refusés, donc c'est absolument pas ce côté-là. Nous attendions à plus de moratoires. Et donc, même si le chiffre de 121 000 est très, très, très impressionnant, c'est plus ou moins 5, 6, 7%, ça dépend des banques, du stock des prêts hypothécaires qui a demandé un moratoire et qui a bien entendu, comme je l'ai dit, obtenu, puisque nous étions à un taux d'acceptation très, 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 très élevé. Il n'y a pas véritablement de raison ou d'explication à cette situation-là. Je pense qu'il faut surtout remarquer que les moratoires ont été demandés très fortement au début de la période, véritablement dans les premiers jours, premiers mois. En ce qui concerne BNP Paribas Fortis, quasiment, et c'est là que je connais le mieux, entendu les chiffres, quasiment 40% des demandes de moratoires, nous en avons plus de 40 000 chez nous. Comme vous le savez, nous sommes le leader de marché dans le prêt hypothécaire en Belgique. Près de 40% ont été demandés pendant le mois d'avril. Et pour ceux qui ont une très très bonne mémoire, vous vous souviendrez probablement que nous avions également décidé à la banque de postposer le paiement du 1er avril de quelques jours. Et ça a permis à 18 000 de nos clients, d'obtenir ce moratoire, même rétroactivement pour la période du 1er avril. Donc c'était quand même également au niveau des équipes IT, des équipes commerciales, un très très grand support, pas que de la banque, mais de tout le secteur financier pour ses clients de prêts hypothécaires. Je peux vous dire que l'effet de soulagement a été important. Donc, au-delà des chiffres, et le fameux samedi 3 avril ou 4 avril, j'étais dans les centres d'appel à Anvers pour aller voir comment les équipes travaillaient. Et je pouvais écouter ce que les clients disaient. Il y avait un très, très grand effet de soulagement de dire « Oula, je ne dois pas m'en faire, je ne dois pas m'inquiéter sur ma première échéance de prêt hypothécaire. » Souvenez-vous, le lockdown à ce moment-là avait 15 jours. Et donc, les premières expériences étaient quand même particulièrement douloureuses. Et donc, ceci a aidé un tout petit peu à soulager, dans tous les cas, d'une inquiétude financière un très, très grand nombre de personnes. Alors, je vais peut-être passer au moratoire suivant, le slide suivant. Nous avons également eu beaucoup de demandes de faire un moratoire pour les prêts à la consommation. Beaucoup de demandes et il faut tout à fait être transparent par rapport à ça. Il y a eu une très très grande réactivité de la ministre concernée, donc on parle là de la ministre de l'économie, la ministre Meul, pour effectivement dès début avril, début mai, mettre en place un moratoire sur les prêts à la consommation. Mais nous devons bien reconnaître que même si cette demande explicite avait été formulée, le taux de demande, le nombre de demandes a été faible, vous voyez, 7000 demandes, c'est extrêmement peu par rapport aux centaines de milliers de crédits à la consommation qui sont présents en Belgique. Alors, à nouveau, ce n'est pas une question de refus, toutes les procédures, les process étaient en ordre, les banques et les établissements spécialisés dans ce domaine-là étaient tout à fait prêts. Nous avons beaucoup discuté, évidemment, à nouveau au sein de ma banque avec notre filiale Alpha Crédit, qui est également le leader de marché dans le crédit à la consommation en Belgique. Et il semble que c'est surtout en fait les petits montants, le fait que les montants mensuels sont finalement pas trop élevés, qui a eu une aussi faible demande par rapport aux prêts hypothécaires qui eux ont connu une très très grande demande. Donc je ne vais pas épiloguer beaucoup plus sur les prêts à la consommation, c'est simplement pour être complet. Et comme nous avons un peu plus de temps, puisque le ministre des Finances ne rejoindra pas aujourd'hui. Alors le troisième moratoire, c'est certainement celui qui a eu le plus grand succès. Inderdaad, de uitstel van betaling voor de ondernemingen, dat is dus een kolossaal aantal, 137.000. Dat is een kolossaal bedrag aan uitgestelde kapitaal. Dus dat was echt de juiste beslissing. Heel snel genomen in die fameuze avonden, nachten van midden maart. Heel snel genomen en onmiddellijk geïmplementeerd door alle banken in België. En op een zeer efficiënte manier. En ik denk dat dit een groot soulage heeft gegeven aan vele van de ondernemingen. Grote, maar vooral
de kleinere ondernemingen en de ondernemers. Zoals u weet, dit is een pakket van uitstellen van betaling die voor alle ondernemingen en ondernemersklanten aanwezig waren. Dus on peut vraiment dire que là, on a eu un très très grand succès et également beaucoup de demandes qui sont venues tout à fait au début de la période. Ça, ce sont donc les trois moratoires qui ont été installés en Belgique depuis 6 mois, avec des très grands succès, mais aussi quand même dans un des trois, une demande nettement plus faible que peut-être certains avaient escompté lors de la demande de ce moratoire sur les crédits à la consommation. Alors, regardons peut-être le slide suivant, qui est maintenant le volet, on va dire, le volet légal au niveau de l'aide de l'économie au travers des institutions financières en Belgique. Ce sont donc les deux lois sur les crédits avec les garanties d'État. Comme vous le savez, il y en a eu une première le 15 avril et une deuxième, un affinement de la première mouture, un affinement pour les TPE et les PME le 15 juillet. Nous allons d'abord nous concentrer sur cette première partie. Alors là également, nous avons été, je pense, au niveau du secteur et à nouveau avec la Banque nationale de Belgique et avec le ministre, je pense, extrêmement réactifs, puisque cette loi a été votée le 15 avril, également de manière rétroactive au 1er avril. C'est clair également que, et j'y reviendrai dans les conclusions, c'est clair que par rapport au montant initialement prévu, et on l'a mis de manière transparente dans les slides, hein, on pensait finalement à un montant entre 40 et 50 milliards. La demande a été beaucoup plus faible pour l'application de cette loi-là avec des crédits garantis par l'État. Il est très fort probable, si par certains, que notre vision des choses à l'époque, qu'une loi avec une garantie de 1 an serait suffisante, que nous sommes à ce moment-là, probablement nous n'avons pas anticipé tout à fait correctement la manière d'évolution de la crise économique. À l'époque, hein, on est le 15 mars, dans nos discussions, nous voyons à ce moment-là, au passé, un retour de l'économie en V, et ce n'est certainement pas le cas maintenant. La partie à un mois était probablement, on va dire, trop optimiste ou trop positive par rapport aux besoins des entreprises. Mais j'y reviendrai parce qu'il y a eu des assez fortes compensations par le mécanisme habituel, usuel d'octroi de crédit en Belgique par toutes les banques, le secteur financier. Et effectivement, assez rapidement, quelques semaines après la première loi, nous sommes rendus compte, bien entendu, que ce recovery en V était trop positif et donc il allait prendre une autre forme, soit de l'alphabet, soit de modèle économique ou mathématique. Nous sommes à ce moment-là allés assez rapidement vers une deuxième loi, une loi pour la garantie à duration beaucoup plus longue, hein, à ce moment-là de 1 an à 3 ans. Pour ceux qui souffrent très probablement le plus, ce sont les entreprises de taille plus réduite, plus petite, les TPE et les PME. Et une partie de cette enveloppe a effectivement été allouée pour des demandes qui sont en train de rentrer maintenant. Alors cette loi a finalement été votée puisqu'elle était dans le cadre législatif normal au Parlement, a finalement été votée juste après le 15 juillet. Bien entendu, il y a eu le mois d'août, ce qui fait que les demandes commencent à rentrer maintenant. Peut-être pas tout à fait au niveau du nombre et des montants que nous escomptions, mais il y a encore 3 mois et demi devant nous. Et bien entendu, pour l'instant, les entreprises de toute taille sont bien supportées, bien aidées par les moratoires et toutes les aides que l'État fédéral et les régions ont mis en place, de telle manière à ce que, pour l'instant, effectivement, les demandes dans le cadre de cette nouvelle loi ne sont pas encore au niveau des attentes que nous avions au moment où nous l'avons discuté au mois de mai et au mois de juin. Donc voilà pour le volet législatif en Belgique et peut-être qu'on peut passer à ce moment-là au slide suivant pour vous expliquer la manière dont effectivement le secteur bancaire belge a apporté sa contribution au-delà des moratoires, au-delà de l'application des deux lois et aussi probablement en partie une explication comme quoi les deux lois ont fonctionné d'une certaine manière qui n'avait peut-être pas été totalement anticipée. Uziet hier op deze slides de twee groepen van klanten. Links ziet u de kleine ondernemingen, de ondernemers. En rechts ziet u volgens de Europese definitie de corporates, dus vanaf
een goede 10 miljoen euro zakencijfer. U ziet dat de aanvragen van nieuwe lijnen, nieuwe kredieten, dat die in maart heel belangrijk was, zelfs belangrijker dan in 2019, maar toch dat wij over de maanden heen zowel links ongeveer 2 miljard euro per maand aan aanvragen gehad hebben en toevallig ook een klein beetje ook meer dan 2 miljard, zelfs in stijgende lijn, 2 miljard aan aanvragen gehad hebben per maand bij de Belgische banken. Ik kan u ook zeggen, je peux vous dire que les conditions d'octroi de crédit et ce qu'on regarde bien entendu les taux de refus sont restés très faibles. Absolument pas comparable d'ailleurs avec la crise de 2008-2009, donc dans des pourcentages d'acceptation qui sont largement supérieurs à 90%. Et donc je pense que les banques, dans leur ensemble, ont véritablement laissé ou gardé le robinet des crédits ouvert. Et si vous faisiez un rapide calcul, je l'ai fait pour moi-même, bien entendu, depuis quelques mois, parce que tout le monde regarde comment évolue le stock des crédits, les demandes des crédits, comment évoluent bien entendu les demandes par rapport aux garanties d'État. Si vous faites un rapide calcul de tous ces milliards que je vous présente ici dans les blocs rouges, vous arrivez en fait après 6 mois à des octrois de crédit aux alentours de 20 milliards. Donc nous sommes en fait, si on extrapole ceci, parce que les chiffres s'arrêtent à fin juillet, si on extrapole ceci pour les 5 derniers mois de 2020, vous retrouvez en fait assez bien et finalement c'est bien ce chiffre probable de demande de crédit de l'ordre de 40 milliards qui avait été envisagé lors de nos discussions déjà le 15 mars. Seulement, ben, il faut dire que la demande de crédit a été remplie différemment et que d'une part, peut-être le côté un peu court de la première loi et d'autre part, le fait que les entreprises belges ont bien anticipé leur demande de crédit auprès des banques ont fait que le support vient finalement directement des banques et pas nécessairement au travers de la garantie d'État. Et bien entendu, je pense qu'on peut dire aussi que l'engagement de tout le secteur financier se montre ici et continuera à se montrer dans les mois à venir. Alors, slide suivant, si on regarde effectivement un peu l'avenir, qu'est-ce qui pourrait, on quitte un tout petit peu les derniers 6 mois où j'espère vous avoir bien expliqué et convaincu que les banques ont fait leur boulot. Si on regarde devant nous, et effectivement, les différents dirigeants des entreprises belges, principalement des entreprises bancaires belges depuis la publication des résultats fin juillet, début août et moi-même début septembre, nous avons donné notre vision des mois à venir. Alors, bien entendu, le premier point, je ne vais certainement pas le commenter, puisque c'était ce que j'espérais moi-même entendre de la bouche du ministre les décisions du Conseil de sécurité. Mais donc, bien entendu, le combat contre le virus n'est pas terminé. Bien entendu, nous aurons des mois au niveau sanitaire qui vont être complexes, compliqués, probablement même difficiles, certainement dans les décisions à prendre et dans la discipline à garder. Donc, je ne commenterai pas cet élément. Il est bien entendu commenté à peu près tout le temps par la presse et d'autres acteurs économiques en Belgique. Alors, bien entendu, si on regarde le deuxième point, j'ai quand même le sentiment, quand je parle à nos clients et j'en rencontre un grand nombre, et j'en parle bien entendu surtout à distance, que ce que nous avons toujours vu dans les grandes crises économiques et ou financières depuis des dizaines d'années en Belgique, c'est que le tissu familial d'entreprise est quand même extrêmement résilient, extrêmement rapide à s'adapter. Et donc, j'espère, je pense que le rebound économique qui ne sera pas en V, je l'ai dit, pourrait quand même être un peu moins négatif. Et on voit les premiers chiffres maintenant arriver des prévisions économiques pour 2020 et 2021 et seront probablement un peu moins négatifs que ce qu'on les voyait. Et donc, à partir de là également, très probablement, les chiffres des faillites, des défauts pourraient être légèrement inférieurs à ce qu'on craignait, ou inférieurs à ce qu'on craignait à un certain moment, et certainement dû à la rapidité de réaction des entreprises, mais aussi à toute la gamme des initiatives qui ont été prises, je le répète, au niveau fédéral, au niveau régional, pour aider surtout les petites entreprises à être les plus résilientes possibles au moment du premier choc, hein, le lockdown, et les premiers chocs des premières semaines après le lockdown. Donc, ce n'est pas un optimisme, Béa, j'espère apporter ma pierre à l'édifice d'une certaine
c'est un positivisme au côté positif par rapport à des mois qui ont déjà été difficiles et qui le resteront encore certainement. Bien entendu, en tant que banquier, je n'oublie pas qu'il y aura des grandes différences entre secteurs. Bien entendu, je n'oublie pas que certains secteurs souffrent très, 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 très fortement, certainement ceux qui sont dans le tourisme, dans l'événementiel, dans le culturel. Et au travers de ces entreprises, bien entendu, je n'oublie pas qu'il y a tous les collaborateurs qui sont touchés et affectés dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle au niveau de leurs revenus et au niveau de leur activité. Donc, mon commentaire va également à eux, à ces entreprises et à ces personnes, mais bien entendu en tant que banquier, mais aussi, c'est aussi mon devoir de vous dire que la situation n'est peut-être pas aussi négative qu'on aurait pu le craindre il y a quelques mois et que le rebond est en cours et que si on solutionne la partie 1, espérons, mais on est ou un autre avec un vaccin, que la partie 2 pourrait être un rebond qui serait moins négatif que ce qu'on craignait il y a quelques mois. Ik moet het toch ook zeggen als derde stuk van deze slide. Het is voor een bankier, ik zou willen zeggen een bankier met een zekere ervaring. Ik zit hier al 38 jaar in dezelfde bank. Dat het niet eenvoudig is om met de thermometers die wij gewoonlijk gebruiken, om ook ja, de toekomst te kennen. Ik zou niet meer durven zeggen te voorspellen, maar toch een klein beetje de toekomst te evalueren. Donc, nous avons une série, bien entendu, de baromètres, d'outils de mesure, de thermomètres, pour voir comment évolue l'économie, ce qu'on appellera les taux de défaut, les dossiers qui rentrent en pré-faillite, également les retards de paiement classiques. Tous ces thermomètres que nous avons et qui nous permettent de juger de l'état de l'économie, bien entendu, pour l'instant, ne fonctionnent pas, ou fonctionnent très, très peu. Ou fonctionne sans qu'on puisse véritablement faire une lecture, puisque ce que je vous expliquais avant, les aides, mais aussi les moratoires, font qu'une série d'entreprises n'éprouvent pas encore, pour l'instant, immédiatement de besoin de liquidité, et que donc il est malaisé de faire des projections au-delà de quelques semaines, au-delà de quelques mois, sauf à effectivement parler beaucoup avec nos clients et avec nos collègues qui rencontrent des clients pour avoir le sens assez direct, le feeling du terrain, de ce que nous voyons tous ensemble. Voilà, alors je crois qu'il me reste un dernier slide, c'est vous rappeler effectivement qu'au nom de Faible Fin, bien entendu de BNP Paribas Fortis également, les banques font leur travail, certainement depuis 6 mois, et nous sommes là pour aider l'économie. Nous faisons part et nous ressentons ça comme une très très forte responsabilité, très importante responsabilité, partagée avec tous mes collègues CEO des banques belges, très importante responsabilité d'accompagner nos clients, de les aider, de les soutenir, bien entendu des moyens financiers avec et également avec du conseil, en espérant que la plus grande partie d'entre eux, grâce à ce soutien et ces crédits, puissent passer les mois difficiles qu'ils ont connus et les mois difficiles qu'il y aura peut-être encore devant nous. Donc un engagement fort et complet du secteur pour jouer son rôle avec les autres acteurs que j'ai déjà cités, le fédéral, la région, le régulateur. Mais voilà. Donc ceci pour ma partie, peut-être un petit peu plus long que ce qui était prévu, mais comme nous sommes que deux orateurs, je me suis permis de rajouter quelques exemples et commentaires plus personnels. Ik geef nu terug het woord door aan de moderator, aan Mark. Ja, dank u wel meneer Chadeau voor uw bijdrage. Dames en heren, vragen die bestemd zijn voor meneer Chadeau kunnen ingebracht worden via de chatfunctie van MS Teams. Wij zullen proberen een aantal daarvan te behandelen op het einde van de conferentie. Maintenant, je voudrais passer la parole à professeur Hans de Grijze de la KU Leuven. Il va nous parler de plus près de la pertinence et de l'efficacité des mesures. À vous la parole, professeur de Grijze. Ok, merci beaucoup pour me donner la parole. Je suis très heureux d'être ici, donc de pouvoir discuter les mesures corona visant à soutenir l'économie et les affaires. Je vais premièrement faire ça en ma langue maternelle qui est le flamand. Donc, dus hetgeen dat ik ga doen is dus de corona ondersteuningsmaatregelen die in België genomen zijn bediscuteren.
een stukje evaluatie proberen te maken en ook even stilstaan bij hoe kunnen we eigenlijk naar de toekomst gaan kijken, hoe kunnen we hieruit geraken. Dus om even de situatie voor België te plaatsen, heb ik de inspanningen, dus de fiscale en liquiditeitsinspanningen die gedaan zijn in België, even in perspectief geplaatst door deze te vergelijken met een aantal andere landen. En ik heb hier dus een aantal cijfers van Breugel genomen. Dus en daar zie je, maken ze een onderscheid tussen drie verschillende soorten ondersteuningsmaatregelen, namelijk directe fiscale maatregelen, de deferrals die dus het uitstellen zijn van belastingen of van sociale zekerheidsbijdragen, en dan waar ik het vooral zal over hebben, over die liquiditeits- en garanties die dus door de banken en de overheid gegeven zijn. Dus en alle cijfers zijn hier als percentage van het bruto binnenlands product weergegeven. Dus als je kijkt naar het fiscale impuls, zien we eigenlijk dat België daar voor die reeks van landen, dat onder de mediaan zit. Kijken we naar de uitstelling van belastingen en zo verder, zien we dat we ongeveer op het gemiddelde zitten en vrij vergelijkbaar zijn met onze buurlanden. Maar kijken we naar liquiditeits- en garantiemaatregelen, dan zien we uiteindelijk dat we daar met 21,9% van het bruto binnenlands product, dat we daar eigenlijk dus boven de mediaan zitten. Dus als je puur naar deze cijfers kijkt, zou de conclusie zijn van wel, dat ziet er allemaal fantastisch uit, maar ik ga daar toch enige kritiek op hebben. Het ziet er goed uit, maar vooral op papier. Laat mij dan verder ingaan op de twee bazookas die reeds door de heer Jadot zijn besproken. Dus de eerste bazooka van 22 maart 2020... omvatte dus 50 miljard euro die door de banksector ter beschikking werd gesteld en waarbij dus ook een zekere mate van overheidsgaranties ter beschikking was. Een eerste commentaar die ik wil maken is dat het een zeer verstandige beslissing was om banken in dit proces te betrekken. Banken zijn namelijk specialist in het selecteren van projecten en het screenen van projecten. En ze hebben ook kennis van de verschillende ontleners, de bedrijven en de gezinnen, om eigenlijk de juiste beslissingen te nemen. Dus ik denk dat dat alvast een goede zaak was om dit via het bankensysteem te laten lopen. Het eerste garantieschema bevat twee delen, namelijk het moratorium, zoals de heer Jadot in detail heeft uitgelegd, en dus de liquidity support en de overheidsgaranties. Ik denk, ik ga niet verder stilstaan bij het moratorium, gegeven dat de heer Jadot dat reeds gedaan heeft. Maar ik denk dat de bottom line van het moratorium is dat uiteindelijk echt een succesvolle maatregel was. Het was eigenlijk een gecoördineerde beslissing om schuld toe te laten te herschikken, zodanig dat die schuldherschikkingen ook niet als slechte performance, dus als slechte kredieten zouden geclassificeerd worden. Dus de regulator heeft dat toegelaten en ik denk dat dat een verstandige beslissing was om dat op dat ogenblik te doen. Dus ik denk dat dat stuk van de maatregelen zeker vast heel nuttig en heel gunstig was. Laat mij dan proberen een evaluatie te maken van het tweede deel, namelijk dus van de liquiditeits- en de overheidsgaranties. Wel, ik denk ook dat de heer Jadot het reeds gezegd heeft, dat was initieel ervan uitgaande dat het inderdaad een V-shape herstel ging zijn, zodat er eigenlijk echt enkel een focus was voor echt korte termijn leningen. En ik denk dat mijn lezing van de feiten is eigenlijk dat die maatregel niet echt effectief geweest is. En laat mij dat proberen aan te geven door een aantal slides die ik genomen of bekomen heb, die dus gepresenteerd geweest zijn op de Commissie Financiën in het parlement. Dus wat je hier kan zien is de situatie voor een vergelijking april 2020, dus midden in de coronacrisis, en april 2019 voor de coronacrisis. En dus de linker kolom telkens heeft de kredietverlening weer voor de KMO's, dus de SMI's, en de rechter kolom heeft het voor de grotere en middelgrote bedrijven. Dus als je kijkt hier, korte termijn leningen zijn dus die donkerblauwe stukken, en dat is rond de 51% in april 2020. Maar als je nu dus die twee figuren naast elkaar gaat leggen, dan zie je eigenlijk dat als de bedoeling was om veel liquiditeit, korte termijn leningen ter beschikking te stellen, dan zien we eigenlijk dat daar eigenlijk niks gebeurd is. Ik bedoel, zelfs in tegendeel, voor de grote bedrijven lijkt het aantal korte termijn leningen relatief gezien zelfs licht te dalen. Okay? Dus
Mijn conclusie hier is, korte termijn leningen, eigenlijk is er niks gebeurd. Een tweede insteek, als ik naar die cijfers kijk, is wel, misschien is er veel gebeurd naar de sectoren die echt in nood waren. Dus hier zie je een verdeling van de nieuwe toegekende leningen in functie van, laten we zeggen, de corona schok die de verschillende sectoren hebben gekregen. En dus met aan de linkerkant de meest getroffen sectoren en aan de rechterkant van deze grafiek de minst getroffen sectoren. Dus de rechtergrafiek geeft ons opnieuw februari 2020 weer, terwijl dat de linkergrafiek, dus met andere woorden voor corona, terwijl dat de linkergrafiek onze situatie geeft tijdens corona en dus juni bijvoorbeeld. Als je naar die twee grafieken kijkt, dan is dat precies copy-paste. Oké, bedoel, ik kan de ene niet onderscheiden van de andere. Wat dus ongeveer insinueert dat wanneer we kijken naar hebben de getroffen sectoren vooral extra korte termijn krediet gekregen, dan is mijn antwoord, wel, er is niks veranderd. Een derde manier om naar het succes van de bazooka te kijken is, wat is de rol geweest van de overheidsgarantie? En hier heb ik een aantal cijfers met de caveat dat, dus dat niet alle instellingen hier vertegenwoordigd zijn. Maar als je kijkt opnieuw naar de rol van de overheidsgarantie, dan zie je eigenlijk dat 80% voor april 2020, dat 80% van de leningen ongeveer niet not eligible waren voor de staatsgarantie, omwille van het feit dat het lange termijn leningen waren bijvoorbeeld. Maar van de overige waren 18% gedeselecteerd, was er dus geen staatsgarantie aanwezig, terwijl er enkel 3,2% onder de staatsgarantie viel. Dus wat bemerken we hier is dat eigenlijk de staatsgarantie heel weinig van toepassing geweest is. Weliswaar iets meer voor kleine bedrijven, voor bedrijven die dus meest kwetsbaar waren en voor de meest risicovolle bedrijven. Okay. Laten we even proberen stil te staan van waarom is dat niet gewerkt? Ik bedoel, waarom heeft dat niet een toename aan korte termijn leningen laten zien en waarom heeft dat geen toename voor KMO's laten zien, vooral voor de getroffen sectoren? Wel, ik denk dat de insteek van het akkoord iets te veel was van de banken zijn gered geweest in de globale financiële crisis. Dus het is payback time. Oké, banken moeten nu maar eens de economie gaan ondersteunen. Ik ga daarmee akkoord, maar hier denk ik dat in deze crisis zijn banken een deel van de oplossing. Ze zijn niet een deel van het probleem. En ik denk dat banken meer prikkels moeten gegeven worden om deel te nemen, om dit een succes te maken. Ze zijn uw vriend, ze zijn niet uw vijand. En ik denk dat er iets te veel de insteek is van het zijn de banken, dat is onze vijand. Dat is onze natuurlijke vijand, terwijl dat zeker niet zo is. Ik denk dat de eerste staatsgarantie voor de eerste bazooka, dat die niet attractief was voor banken en bedrijven. De reden zijnde dat de overheidsgarantie alleen maar van toepassing was op het portfolioniveau van de banken. Betekent dat voor een individuele lening er eigenlijk geen staatsgarantie aanwezig is. Het is enkel wanneer dat de portfolio van de bank, waar dat de staatsgarantie van toepassing is, voldoende heel negatief is, dat er uiteindelijk een garantie van toepassing is. Maar dat betekent dat als dit de enige lening is die slecht loopt, eigenlijk is daar geen garantie op. Dus krediet, dus loanofficers, relatiebankiers, die moeten gaan beslissen om een lening te geven. Zij gaan dat beschouwen alsof er daar geen garantie aanwezig is. Dat betekent dus eigenlijk, wat ga je vragen? Je gaat aan uw klant een verzekeringspremie vragen voor iets waar er eigenlijk geen verzekering is. Het is alsof de overheid er zelfs geld wil op verdienen. Een tweede probleem die ik zie daar is dus dat banken, indien ze dan toch garantie gaan vragen, dat ze alleen maar de enorm risicovolle leningen in die portfolio gaan stoppen, terwijl de goede leningen gaan ze zeker en vast geen verzekeringspremie willen betalen, omdat er toch geen verzekering is. Een tweede probleem is dat er een beperkte pricing flexibility is. Dus normaal gezien zou je verwachten dat als er risico's zijn, dat die ook kunnen geprijsd worden. Hier was de pricing flexibility heel beperkt. En het was ook niet attractief voor de borrowers, zoals ook reeds aangegeven door de heer Jadot. Waarom? Omdat het echt korte termijn leningen alleen waren, die enorm snel moesten terugbetaald worden. Dus dat stelde zich een probleem. Dus daarom heeft men dan ook het geweer van schouder veranderd, als ik het zo mag zeggen. En heeft men dus de tweede bazooka geïnstalleerd, waar dus 10 miljard vanuit de eerste bazooka overgeheveld is naar de tweede bazooka.
denk een aantal goede punten was dus dat daar de leningen langere termijn hadden, 1 tot 3 jaar. Dat geeft meer zuurstof aan de bedrijven om er doorheen te komen. En ook de overheidsgarantie in dit geval was wel op het loonlevel. Betekent de individuele lening in het hoofd van een loonofficer is gegarandeerd. Dat betekent ook dat hij of zij rapper zal bereid gevonden worden om die lening te geven. Een probleem die ik daar zie is die coexistence met de first bazooka. Dus stel dat bedrijven moeten eventueel een premie betalen van 0,5%, 50 basispunten om een overheidsgarantie te krijgen. Maar ik denk hier dat banken prikkels zullen hebben om lange termijn leningen aan te bieden, dus van 1 tot 3 jaar, en niet leningen van minder dan een jaar, omwille van het feit dat op de leningen minder dan een jaar er eigenlijk impliciet geen overheidsgarantie is, en wel voor de langere termijn leningen. Dus ik vind die design, ik denk het zeker en vast een stap vooruit, maar ik vind die coexistence een stukje ongelukkig, de manier waarop dat uitgetekend is. En bij mijn weten zijn hier nog geen publieke cijfers over, omdat de maatregel nog relatief jong of recent geïmplementeerd is. Ce que je veux aussi faire, c'est faire regarder un petit peu dans le futur. Okay? Ce que nous avons observé, c'est le produit national brut qui a diminué dans le deuxième quartier de 2020 avec à peu près 12%. Okay? Et ça, c'est très proche que le moyen de l'Union européenne. Wat we ook zien is dus dat in het derde kwartaal er wel degelijk een sterke herneming geweest is van een sterke heropflakkering van de economie, omwille van het feit dus dat geleidelijk aan de coronamaatregelen gelost werden. Okay. Nu, wat ik hier wil bemerken is dus in termen van de way forward, dus hoe geraken we hieruit, is dat de overheden hier werkelijk een cruciale rol te spelen hebben. Belgische, Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheden. En de reden is dat dus de acties van de verschillende participanten in de economie, dat deze strategische complementariteiten vertonen. Betekent dat als de overheid onzekerheid kan wegnemen, een gunstig investeringsklimaat kan maken, de vraag gaat stimuleren, dat dat ook positief beantwoord zal worden door andere participanten. Dus ik denk dat de overheid hier werkelijk een heel belangrijke rol heeft om deze vraaguitval uiteindelijk te gaan compenseren. Natuurlijk, de volgende vraag die zich dan stelt is, ja maar, is onze debt wel sustainable? Is de overheidsschuld, is die sustainable? Wel inderdaad, wat we observeren is dat het begrotingstekort dit jaar en de komende jaren, in termen van verwachte termen, afhankelijk van wat de heer De Croo in de onderhandelingen nu gaat doen natuurlijk, dat relatief hoog is. Hè. Dus een begrotingstekort van 10% van het bruto binnenlands product. En de publieke schuld die gaat oplopen tot 120% ongeveer van het bruto binnenlands product, komende van 98%. Dus dat is een forse stijging. Is dat een probleem? Wel, laat me hier refereren naar het werk van mijn Gentse collega's. Niet noodzakelijk. Het hangt ervan af. Het is niet noodzakelijk een probleem, zolang dat er twee voorwaarden voldaan zijn. Het eerste betreft dat het tijdelijke support measures zijn, dus tijdelijke maatregelen zijn. En een tweede voorwaarde om dit draagbaar te houden, is dat de rentevoet kleiner moet zijn dan de reële groei van het bruto binnenlands product plus de inflatie. Okay. Dus is dan die voorwaarde voldaan? Laat mij daar even een aantal commentaren op geven. Dus laat mij starten met de tijdelijke steunmaatregelen. Wel, het probleem denk ik in België en in veel landen is dat tijdelijke maatregelen vaak permanente maatregelen worden. En in dit geval met de crisis kan dat soms terecht zijn, omdat we niet weten wat uiteindelijk afloop van corona zal zijn. Het opent ook de deur, dus we hebben gezegd, je hoort direct de kritiek van oké, ze hebben alles kunnen doen voor COVID-19, waarom dan niet voor het klimaat? Waarom dan niet voor de pensioenen? En ik ben er zeker van dat veel lobbygroepen en veel politici fantastische ideeën hebben om te zeggen, maar dit keer is anders, we hebben een uitzondering nodig. Dus we moeten echt die deur gaan dichthouden om aan deze voorwaarden te voldoen. Ik zal straks terugkomen op zombiebedrijven.
Wat we wel mogen doen als overheid is meer schuld uitgeven, zolang dat die schuld gebruikt wordt om productieve investeringen te maken, die dus onze groei omhoog helpen. Dus alle investeringen die de groei omhoog helpen, gaan maken dat inderdaad net deze voorwaarde hier, dat deze voldaan zal zijn. Okay. Een tweede voorwaarde is de rente lager dan de BBP-groei en de inflatie. Wel, ik heb hier even de yieldcurve van de Belgische overheidsschuld, en waarschijnlijk moet ik dit niet tonen in deze audience, maar ik heb hier even de yieldcurve van de Belgische overheidsschuld genomen, en we zien dus dat eigenlijk tot looptijden rond de 15, 16 jaar, dat de rente op dit ogenblik negatief is, dat is de blauwe curve, en dat dit veranderd is, dat die dus meer negatief geworden is gedurende de laatste, wat is het, 6 maanden. Dus dat betekent dat in deze situatie, dat we er eigenlijk mogen van uitgaan dat de rente toch nog enige tijd vermoedelijk laag zal blijven omwille van het expansief monetair beleid door de ECB en ook de relatief lage inflatieverwachtingen die aanwezig zijn. Dus in die zin, de omgeving schijnt op dit ogenblik aan deze voorwaarden te voldoen. De way forward, hoe kunnen we verder gaan? Wel, ik denk dat de focus tot op heden vooral naar liquiditeit. Dus er is enorm veel mest gespuit. We hebben tijdelijke werkloosheid, allerlei liquiditeitsmaatregelen om de economie te ondersteunen. Maar ik denk dat we meer de focus moeten leggen op solvency van bedrijven en huishouden. En ik heb hier opnieuw dus een slide genomen van die presentatie voor de Commissie Financiën, waarbij dat in functie van de grootte van het bedrijf de equity tot debt ratio, dus een lage equity tot debt ratio, een lage eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen, betekent eigenlijk dat je weinig solvent bent. En je ziet dus dat er inderdaad een relatief belangrijk deel van de economie inderdaad rood gekleurd is, met andere woorden een lage, een relatief, weinig solvabel is. En dit vooral dus voor de relatief kleine bedrijven. En vaak is het ook zo dat, laat dat zeggen, slechte liquiditeit en slechte solvency, dat die vaak positief met elkaar samen bewegen. Dus hier heb ik een slide van de studie van het VBO en Greidon, die gekeken heeft naar het aantal bedrijven dat met het risico, die dus het risico op sluiting weergeeft. Dus dit is de situatie voor de crisis. Dus het rode betekent met sluiting bedreigd. Dit, zeggen ze, zou de situatie geweest zijn zonder, dus in de afwezigheid van maatregelen. En dit is de situatie wanneer dat dus de rechtse tekening heeft van de situatie meer met de maatregelen. Wat we zien is inderdaad dus dat er nog altijd een sterke toename is van het aantal bedrijven dat zich in financiële, of tenminste insolventie problemen bevindt. Hoe kunnen we dat oplossen? Hoe kunnen we die solvency-problemen proberen aan te pakken? Wel, de manier, denk ik, is om het aantrekkelijk te maken om eigen vermogen in bedrijven te injecteren. En ik zou op basis van een voorstel van Arnoud Boot en een set co-auteurs, zou je pleiten eigenlijk voor een pandemic equity fund. Waarbij dat uiteindelijk dus dat fonds cashflow gaat injecteren in bedrijven die het moeilijk hebben, maar in ruil daarvoor een steek hebben in de toekomstige winsten of de toekomstige bruto omzet of netto omzet, netto winsten van deze bedrijven. Okay. Zodanig dat er eigenlijk een kans op terugbetaling is. Dat equity fund geeft het niet aan politici, hou het weg van lobbygroepen, maak dat het echt arm's length is en dat het geen politieke praatbarak wordt. En leg ook op dat wanneer dat we die injectie gaan doen, dat elk bedrijf een nieuw businessmodel moet hebben, dat forward-looking is, dat digitalisatie bekijkt en dat de groene economie beschouwt. Dus een tweede maatregel, ik zit hier op de Nationale Bank en ze bellen mij hier, dus kunt u dat geloven. Hè? Dus ik zit niet op mijn bureau, ik ga hier even de telefoon afleggen. Mijn excuses daarvoor. Dus die dacht waarschijnlijk al dat ik in een fantastisch bureau zat op de KU Leuven, maar ik zit hier even op de Centrale Bank.
Dus even terugkerende, zo'n tweede maatregel die we zouden kunnen nemen, is ook te denken aan het versterken van de notionele interestaftrek. Wat betekent notionele interestaftrek? Dat betekent dat je een fictieve rente gaat toestaan op het eigen vermogen, zodanig dat er meer prikkels zijn om eigen vermogen in een economie te injecteren. En tenslotte denk ik dat we moeten aandachtig zijn voor het mogelijke creatie van zombiebedrijven en zombiesectoren. Ik denk dat als we echt de groei van de economie willen behouden, dat we moeten toelaten dat er inderdaad creative destruction is. En dat er een verandering is, dus ook is een onderdeel van een gezonde economie. Dus wat zijn de risico's van zombification? Dus de vraag die zij daar stelt is van, moeten we eigenlijk alle bedrijven in leven houden? Wel, het is een moeilijke vraag natuurlijk. Ik denk dat op dit ogenblik is er nog altijd veel mist. Dat zien we ook als we kijken naar de loonlosprovisies van banken. Die zijn enorm heterogeen. Het is enorm moeilijk in te schatten wat er exact gaat gebeuren met de bedrijven. En ik denk ook dat het op dit ogenblik vermoedelijk nog te snel is om de tijdelijke support te gaan intrekken. Wat we echter moeten meegeven is dus dat de idee dat een leefbaar bedrijf voor COVID, dat ook leefbaar is nadien, dat is niet noodzakelijk zo. We moeten niet alle leefbare bedrijven en leefbare sectoren die voor COVID aanwezig waren, in leven houden. Waarom? Omdat we in een nieuwe realiteit zijn. Dus we moeten dat, met natuurlijk alle nodige maatregelen, we moeten daar durven kritisch naar kijken. Bovendien ook niet leefbare sectoren voor COVID kunnen ook leefbaar zijn achteraf. Okay, dus we moeten daar denk ik onze scope een beetje verbreden. Okay. En de vraag die we daar dan kunnen stellen, ja, wat is de rol van de banken daarin? Wel, een probleem die banken vaak hebben is, als je bankgebaseerde financiële systemen vergelijkt met marktgebaseerde financiële systemen, dan bemerken we eigenlijk dat bankgebaseerde financiële systemen dat die meestal niet zo sterk zijn in het financieren van technologische vooruitgang, technologische transities. En dat heeft te maken met debt-overhangproblemen, met het feit dat ze uitstaande kredieten hebben bij bestaande bedrijven en sneller geneigd zullen zijn om die bestaande bedrijven proberen te redden, om op die manier eigenlijk hun schuld te gaan recupereren. Dat heeft ook te maken met de financiële regulatie, die vaak enorm gericht is naar collateral. Dus ik denk dat we ons supervisory framework moeten klaarmaken om banken op het ogenblik dat het kan, hun balansen opnieuw clean te maken. En indien nodig, moeten we een bad bank creëren. Zodanig dat banken alleen maar naar de toekomst kijken en niet altijd gaan in de achteruitkijkspiegel kijken om te kijken of ze eventueel kredieten die ze in het verleden hebben gegeven, of ze die kunnen proberen te redden. Dus dat moeten we proberen ons klaar voor te maken. Dus laat mij besluiten. Vermoedelijk ben ik al ruim buiten mijn tijd. En het is altijd gevaarlijk als je tegen een prof zegt dat je wat meer tijd hebt. Want dan loop je altijd het risico dat hij alle tijd gaat innemen. Maar laat mij besluiten. Ik denk dus dat de fiscale steun en de liquiditeitssupport dat die echt nodig was. Maar dat een deel van die design slechts partieel effectief was. We moeten dus focus nu leggen op solvency van bedrijven. En we moeten opletten dat we geen zombification van de economie hebben. Vooral ook omwille van het feit dat de rente laag is. De rente reeds laag is voor een heel lange looptijd. Dat betekent dat projecten die uiteindelijk een heel lage net present value creëren, die dus eigenlijk heel weinig tot de groei gaan bijdragen, dat die zelfs op dit ogenblik ook rendabele projecten zijn. Maar die gaan onze groei van de economie niet gaan steunen. Ik dank u. Dank u wel, professor De Grijze. Ik denk inderdaad, zoals een professor het betaamt, dat de uiteenzetting wat meer tijd in beslag neemt dan toegekend. Maar ik denk dat voor niemand van onze publiek een probleem was, deze gedocumenteerde uiteenzetting. Dames en heren, ondertussen zijn er natuurlijk een aantal vragen binnengekomen via de chatfunctie. Je vais essayer quand même natuurlijk de prendre quelques
quelques questions. On a encore 10 minutes, 15 minutes avant de terminer notre webinaire, mais j'ai fait une sélection des questions qu'on a reçues. Peut-être une première question, peut-être d'abord direction M. Jadot. Hein? Quelqu'un qui demande à quel taux de défaut ou de faillite le secteur bancaire s'attend? Et une question qui a beaucoup à faire avec ça, comment les banques ont-ils calculé les provisions et est-ce que les provisions seront suffisantes? Ah, bien entendu, il est assez malaisé de connaître l'avenir, n'est-ce pas? Que ce soit en général ou en particulier pour les pertes de crédit à venir. Il faut savoir quand même que la Belgique en général partait des taux de défaut extrêmement, extrêmement bas. Quelques points de base dans les portefeuilles et même extrêmement encore plus bas pour le prêt hypothécaire qui est quand même la moitié du portefeuille des banques belges en général. Donc ça c'est la situation au départ. Alors comment fonctionnent les mécanismes de provision? D'une part, il y a les dossiers spécifiques. Le dossier spécifique, vous me permettrez de faire aucun commentaire, c'est bien entendu pas l'objet de la question, mais bien entendu, chaque banque a, au fur et à mesure de son évolution historique, des dossiers spécifiques sur lesquels il faut prendre des provisions. Ces provisions peuvent être plus importantes sur un trimestre ou un autre en fonction de l'évolution des dossiers. Et comme si dans notre cas, à nous, BNP Paribas Fortis, on gère un portefeuille de risque en Belgique de 120 milliards d'euros, ça peut faire évidemment par trimestre des différences en temps plus ou moins grandes. Et alors, il y a effectivement toute la question de ce qu'on appelle les provisions ex ante. C'est la possibilité ou la demande qu'on fait aux banques de prévoir effectivement l'avenir, hein, comment va évoluer leur portefeuille. Et il peut y avoir des visions différentes sur, entre autres, le retour de l'économie au point de 2019. Et on l'a vu en Belgique. Hein, certains pensent que, ou je suppose que, quand je vois certains chiffres de mes collègues concurrents, qu'ils voient ce retour 2019 plutôt en 23 et même en 24. Et donc, on prie plus de provisions ex ante. Et d'autres voient ce retour plutôt en 2022 et donc ont pris moins de provisions ex ante au deuxième trimestre ou au premier semestre de cette année-ci. Et d'où la différence. Alors, il reste toujours des possibilités, on est un peu dans la technique, que les banques individuellement, au niveau de leur comité de direction, leur conseil d'administration, décident de faire des management overlays, donc une décision un peu plus discrétionnaire de rajouter encore des provisions. C'est possible que ça ait eu lieu, je n'ai pas à commenter sur les politiques de provision de chacune des banques, mais clairement, les banques belges sont, par leur solvabilité même, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la solvabilité des banques, hein, on a parlé, le professeur a parlé des solvabilités d'entreprise, les banques belges sont au plus haut de la solvabilité des banques européennes, et donc en néerlandais, kunnen tegen een stootje. S'il devait s'avérer que les provisions deviennent en une fois encore beaucoup plus importantes qu'anticipées, on verra bien. Mais aussi la solvabilité des banques permet aussi de résister quand même mieux aux temps difficiles et éviter peut-être d'ailleurs de faire une bad bank au bout du compte qui doit surtout intervenir quand la solvabilité des banques commence à devenir trop faible, ce qui n'est pas le cas en Belgique. Donc d'un côté des portefeuilles quand même assez sain, je trouve, malgré tout, et quand même une solvabilité des banques qui protège assez bien le déposant d'une part, et bien entendu l'activité économique portée par les banques. Voilà. Dank u wel. Ik heb een meer algemene vraag die misschien ik eerder in de eerste plaats aan professor De Grijze moet dirigeren, namelijk hebt u informatie over de situatie in andere Europese landen? Is die gelijkaardig aan de situatie in België? Doen wij het daar beter, doen wij het daar slechter? En ook een vraag die daarmee te maken heeft, zijn er succesvolle maatregelen uit andere landen waar wij iets zouden kunnen van leren? Dank je wel. Het is een hele leuke vraag en ook een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Dus ik kan hier een beetje teruggrijpen naar de eerste slide in termen van, dus als we België vergelijken met andere landen,
Ik denk op twee manieren. Dus als we kijken naar van hoe dat we het doen in termen dus van het bruto binnenlands product, denk ik dat we ongeveer op het Europese gemiddelde zitten in termen van de negatieve schok. Ik denk dat een voordeel die we gehad hebben in vergelijking met bijvoorbeeld zeg maar, de Verenigde Staten is natuurlijk dat we een goed ontwikkelde sociale zekerheid hebben. We hebben dus echt een systeem dat bestaat, dat uitgerold kan worden en dus dat eigenlijk, laten we zeggen, de schokken toelaat om dat op te vangen. Ik denk dat dit een sterk punt geweest is van ons Belgisch systeem. Dus en ik denk dat we dat moeten behouden. Ik bedoel, ik denk dat daar misschien andere landen soms een stukje kunnen leren van ons. In termen van de verwachtingen voor andere landen. Natuurlijk, Europa heeft daar een heel grote rol te spelen. Ik bedoel, dus het heeft een tijd geduurd, vond ik, vooraleer dat Europa eigenlijk in gang geschoten is. Bedoel, en ik denk dat daar nu, behalve dan voor de ECB, die denk ik heel snel haar rol heeft ingevuld. Maar de Europese Unie het heeft echt zijn tijd geduurd vooraleer dat daar een akkoord is gevonden om toch enige maatregelen te nemen. En het zal nog een tijdje duren voordat dat geld uiteindelijk ook zijn weg vindt. Hè. Bedoel, dus dat zijn allemaal maatregelen die vaak die heel mooi op papier lijken, maar die hun tijd nodig hebben om door te sijpelen. Maar ik denk ook voor België kun je denken van oké, moeten we een sterker relancebeleid gaan voeren. Ik denk dat we vooral moeten hopen dat onze buurlanden eigenlijk een sterker relancebeleid voeren. Ik denk dat we daar echt moeten op hopen, want België is nu eenmaal een sterk exportgericht land. En ik bedoel, als het goed gaat in Duitsland, als het goed gaat in Frankrijk, dan kunnen wij daar een stukje mee opdrijven. Dus ik denk dat we een stukje moeten proberen te hopen op, op het gedrag van andere landen en daar een stukje mee op te rijden. Dank u. Meneer Jadot, hebt u daar eventueel iets aan toe te voegen? Hebt u enige ervaring met... Elk land heeft uiteraard zijn eigen situatie geanalyseerd en de mogelijkheden die ook geboden werden. Ja, we zitten uiteraard met een schuld die anders is dan andere landen. Iets hoger, laten we transparant zijn. Dus dat laat ook misschien niet toe van even hard ervoor te gaan. Ja, natuurlijk is het voorbeeld als Duitsland. Hè. Die gaan er heel, heel hard voor. Met enorme bedragen van alle types interventies. Maar ook met een banksector die er toch anders, volledig anders uitziet dan België. Ik ga daar niet veel commentaar op geven. Maar ja, ze starten uiteraard natuurlijk met een staatsschuld van 60% op GDP. Dus dat is natuurlijk een totaal andere situatie dan ons. Dus voilà, wij doen echt... denk ik collectief ons best. En denk ik, het belangrijkste punt is dat wij, inderdaad zoals de professor zei, niet de oorzaak zijn van de crisis, maar de oplossing. En we kunnen dat nu dankzij de opgebouwde reserves en de hoge solvabiliteit die wij toch tonen bij alle banken, belangrijke banken in dit land. Ja, dank u wel. Ik heb encore une question qui est adressée à monsieur Jadot. Quelles seront les conséquences pour les institutions financières de la crise Corona? C'est la question d'un million de dollars. Hein? Ça, c'est vraiment une question. Là, je peux partir sur un nouveau webinaire, hein, si vous voulez, pendant une heure. Il y en aura certainement de beaucoup d'ordres. Hein. Donc, ce que nous voyons actuellement au niveau du fonctionnement des banques, c'est une accélération de phénomènes que nous connaissions. La digitalisation dans la relation clientèle s'est accélérée de manière extrêmement forte. Un doublement de certains types de contacts. Bien entendu, beaucoup de visites. Excusez-moi, j'enfonce une porte ouverte, hein, moins de visites agences. Et donc, toute la manière de distribuer nos produits. Que ce soit ce qu'on appelle en beau français en distanciel, hein, pas nécessairement en digital, va être complètement revu. Alors ça, c'est un type d'exemple sur lequel nous allons devoir avancer très rapidement. Deuxième exemple, c'est l'utilisation du cash en Belgique, sujet particulièrement intéressant. Nous voyons des évolutions fortes de baisse d'utilisation du cash et d'augmentation d'utilisation des cartes.
Et vous, je ne vais pas le rappeler, mais les banques aussi ont monté le contactless de 25 euros en 50 euros en quelques jours, un niveau de programmation IT, avec un très grand succès. Et je fais référence au Corona Monitor de Febelfin, où nous reprenons ces statistiques maintenant toutes les X semaines pour montrer l'évolution. C'est un autre type d'exemple. Bien entendu, comme toute entreprise, nous allons revoir le mode de fonctionnement interne avec du travail à distance. Personnellement, je ne crois pas au fait qu'on travaille 5 jours sur 5 à la maison. Je pense qu'il y a besoin d'avoir un animus vegetatis, il y a besoin d'avoir un engagement, il y a besoin d'avoir une guidance. Et donc, je pense qu'on aura plus de jours à la maison, mais pas un homework total. Bon, bien entendu, si on regarde les fondements économiques des banques, la prolongation de la durée des taux d'intérêt bas, qui est maintenant certaine ou décrite par le professeur De Grez, va effectivement avoir un impact sur le PNL des banques, hein, puisque nous vivons non seulement de la marge et des commissions, mais aussi sur la transformation, hein, comme, du dépôt en crédit, comme tout le monde le sait. Dépôt un jour, crédit 20 ans. Donc voilà, nous vivons beaucoup sur cette transformation. Le fait que les taux soient aussi bas et que la yield curve soit aussi plate et encore beaucoup plus longtemps aura un impact sur le PNL des banques. Donc je ne serai pas de grand secret sur le fait que les banques doivent continuer à être très efficientes et très bien gérer leurs dépenses. Donc voilà une série d'exemples, mais je vous réinviterai pour un nouveau webinaire pour vous expliquer en détail. Tout ceci, je pense. Yeah. Moi ou un de mes collègues. Merci, dank u wel. Misschien nog één afsluitende vraag, want wij proberen inderdaad de timing van het webinar in de hand te houden. Wij proberen het webinar af te sluiten na 1 uur. Ik denk dat we 5 minuutjes over tijd zullen zijn, maar niemand zal dat kwalijk nemen. Een misschien laatste afsluitende vraag, in de eerste plaats gericht aan professor De Grijze, namelijk... er is zeer veel appreciatie voor de snelheid waarmee dat maatregelen genomen zijn, zowel bij de overheid als bij de financiële instellingen. De vraag is eigenlijk, heeft die snelheid van het nemen van maatregelen grote nadelen gehad op de kwaliteit van de maatregelen die genomen zijn? Of met andere woorden, had men door langer na te denken betere maatregelen kunnen nemen? Zo, een goede vraag natuurlijk. Ik bedoel, het is moeilijk om de twee situaties met elkaar te vergelijken. Dus ik denk dat hier in dit geval snelheid enorm belangrijk was. Met een stukje, dus de kritiek die ik dan kan geven, maar te zeggen oké, er zitten een aantal designfouten in, maar uiteindelijk zijn die beslissingen heel snel genomen. En heeft men ook uiteindelijk toch wel de moed gehad om, laten we zeggen... bij te schaven uiteindelijk. Natuurlijk kan er een afrol zijn tussen snelheid van maatregelen en de kwaliteit van de maatregelen. Ik denk dat vermoedelijk in het begin dat er een aantal maatregelen enorm genereus waren, dat er vermoedelijk ook een stuk misbruiken geweest zijn langs alle kanten eigenlijk. En dat is natuurlijk geen goede zaak, omdat dat uiteindelijk ook onze overheidsschuld gaat verhogen. Maar ik denk dat we hier een beetje... er was geen andere keuze. Ik bedoel, en achteraf evalueren, zeker in deze context, is heel gemakkelijk. Ik bedoel, als je ervoor staat en je moet iets doen, is het natuurlijk een stuk moeilijker. Dank u. Oké. Meneer Jadot? Non. Donc, mesdames et messieurs, par cette réponse, je veux terminer le webinaire sur les mesures Corona. Hein. Il ne me reste plus rien que de remercier les participants, c'est-à-dire M. Max Jadot et Professeur Hans De Grijze, hein, et de vous inviter à participer au prochain webinaire du Forum financier belge. Vous recevrez, comme d'habitude, les invitations par e-mail. Hein. Et ik kan u aankondigen, de twee volgende webinars van het Belgisch Financieel Forum zullen zijn op 19 oktober. En het thema zal Brexit en de Financial Services zijn. En op 26 oktober gaat meer toelichting gegeven worden bij het Financial Stability Report van de Nationale Bank van België met participatie van een aantal interlocuteurs uit de sector. Je vous remercie pour votre participation et... Et je vous vois très vite au prochain webinaire du Forum financier belge. Merci beaucoup.